Hallo jongens, meisjes van Tall Gunnels Gamer, welkom weer bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we dus zoals je ziet Minecraft Survival doen. Dat was weer een tijdje geleden, dus ik ga even naar binnen. Want we hebben natuurlijk heel veel te doen hier in onze survival map. Dus wat ik van plan was om te doen is, we gaan gewoon minen, want we hebben heel veel resources nodig. En dus ik ga, wacht, we hebben al heel veel pickaxes. We hebben alle tools eigenlijk in onze toolbar. Oké, we gaan nu naar beneden, maar de vorige keer waren we dus heel erg bang, omdat er dus heel veel mobs op een gegeven moment spanden. Dat had ik dus zelf eigenlijk niet verwacht. Maar ik hoop dat het niet opnieuw gebeurt. Maar het is ook niet donker op dit moment. Maar we gaan gewoon hier mijnen in plaats van daar beneden. Ik hoop dat we hier wat iron of coal kunnen vinden. Dat zou op zich heel veel eigenlijk betekenen. Maar vandaag heb ik niet heel veel gedaan. Ik ben eigenlijk best wel laat opgestaan. Omdat ik gisteren echt heel lang heel laag ging slapen. En we hebben toortjes natuurlijk ook nodig. Zo, dan plaats ik die hier. Awesome, dan gaan we weer verder. Dus ik sliep dus heel laat en ik werd zo'n 1 uur wakker. Nou, eigenlijk werd ik 11 uur wakker. Maar zoals ik al misschien al eerder heb verteld, ik word zeg maar, als ik wakker word, niet meteen, dan stap ik niet meteen uit mijn bed uit. Ik weet ook niet waarom, het kan gewoon niet. Dan lig ik nog echt zo'n hele lange tijd. Tenminste, sowieso in het weekend dan. Stel je voor dat ik school heb, dan ga ik wel meteen natuurlijk uit bed staan. Want dan weet ik van, oh, anders kom ik te laat, weet je. Dat moet niet gebeuren, dat is niet goed. Toch dan, te laat komen is niet goed. Oh ja, nu we het toch hebben over te laat komen op school. Ik kwam dus eigenlijk te laat. Wanneer kwam ik te laat? Vorige week kwam ik ergens te laat. En dan zou je misschien afvragen van, oké, daar is nog niks mis mee. Ja, maar ik dacht dus dat er eigenlijk niets aan de hand was, omdat ze er niet achter kwam. Dus wat is er uiteindelijk gebeurd? Ze laat me gewoon eigenlijk woensdag 2 uur langer op school blijven. En dat dacht ik echt van, what the fuck, bitch, please. Oh mijn god, wait, yo, deze ruïne, wat is deze? Ja, dat had ik dus eigenlijk zelf ook niet verwacht, maar ja, het is wat het is. Dus dat wordt dan maar zo. En waarom kom ik dan te laat eigenlijk? Ja, kijk, ik had dus eigenlijk, zeg maar zo, ik zou eigenlijk 6:15 opstaan. En dus ik lag zo op mijn bed en ik dacht van, ah, 7 uur lukt ook wel. Maar het lukte dus niet. Dat heb ik gewoon altijd. Het lukt ook wel, maar dan lukt het gewoon op een of andere manier toch niet. Hey, cool, gaat die alles goed? Ja, met mij gaat alles goed, man. Zo. Oh ja, hier krijg je ook heel veel XP van Cole trouwens. Dat is wat chill natuurlijk om te hebben. Want in andere oren dan krijg je niet zoveel XP. In Cole wel. Dat is ook best apart. Waarom eigenlijk alleen maar in coal? In iron weet ik eigenlijk niet. Volgens mij ook bijna niet. Een beetje. Ja, ik weet het eigenlijk zelf niet zo zeker. Oh, kut. Sorry. Oh, wacht. We hebben nog geen stone pickaxe. Mooi, maar mooi. Ik dacht al. Dat zou echt kloten zijn. Dan hebben we hier eindelijk zoveel coal. En dan heb ik opeens geen pickaxe meer. Dat is ook echt heel jammer. Maar ja, dus wat ik wil dat jullie gaan doen is sowieso even een duim omhoog. En in de reacties reageren. Wat en waarom jij een keer te laat bent gekomen en wat je daarvoor hoeft te doen. Want meestal heb je dan een soort van een mini-strafje of wat de fuck dan ook. Meestal moeten wij dan 7:30 melden de volgende dag, zeg maar. Of als het weekend is, dan maandag natuurlijk. Dat is best wel begrijpelijk, dacht ik dan. En ik ben benieuwd hoe het bij jullie daar eigenlijk gaat. Zet dat gewoon in de reacties. Oh ja, de vorige video, TNT, toen ik gewoon letterlijk de 100 likes had. Ik zei van 1000 likes voor cookies. Altijd fucking 100 likes. Daar ben ik echt fucking blij mee, hoor. Dat jullie het even weten. Wow, dat had ik niet verwacht. Dus doe dat even weer natuurlijk, jongens, meisjes. Dan gaan we even nog een beetje hakken. We missen niks, toch, dacht ik. Ik dacht serieus dat ik niks ging missen. Ja, oké, we missen niks. Dat zou kut zijn. Heb je opeens dia hier? Oh, nee. Maar we hebben eigenlijk geen iron pickaxe, dus we kunnen niet eens dia hakken. We kunnen wel een iron pickaxe maken op zich, maar dat duurt nog wel even. Zo, dan gaan we nog een beetje hakken. En verder is er niet al te veel gebeurd vandaag. Nee, vandaag niet echt. Ik heb gewoon ontbeten en al, weet je, gewoon de dagelijkse dingen die ik doe. En gisteren, was ik echt de hele tijd aan het gamen. Vandaag ga ik ook, denk ik, best wel lang gamen, omdat het weekend is. Maar ik ging gisteren echt zoveel gamen, omdat ik, zeg maar, soort van met z'n vijven ging gamen. Je kon zomaar met z'n vijven in een team in League of Legends en dan kon je gewoon samen gamen. En dat is echt best wel leuk. Dat is leuker dan je denkt. En dan ben je opeens echt zo lang bezig en dan schreeuw je door je microfoon heen en hun ook. En dat is ook gewoon geweldig. Geweldig, jongens en meisjes. Moet jullie ook even een keer proberen. Hoeft niet in League of Legends, maar gewoon een andere game. Gewoon met z'n 5, met z'n 2 of met z'n 3 gewoon gamen. Dat is echt prachtig. Dat kan ook gewoon in Minecraft, hoor. Gewoon Skywars doen met z'n 5. Op zich kan het wel. Als je dan gewoon een goede lobby vindt en al. Waar kan ik het nog meer over hebben? Ik heb heel veel dingen, hoor, in mijn gedachten. Ik bereid nooit zulke video's voor, maar dat hoeft ook niet. Want ik heb zo'n fantasie. Weet je, het is gewoon prachtig. Oké. Even kijken, eergisteren, want ik heb survival serieus al een week niet gedaan. En wat ik dan meestal in survival doe is, ik praat eigenlijk over het leven, over het leven. Ja, oké, en scholen zijn weer begonnen zoals jullie weten. Ik loop best wel goed met huis ook trouwens. Dat is wel echt iets. Ik dacht, ik heb gewoon eigenlijk alles op school gemaakt en niks thuis. Dat is ook gewoon een optie, in plaats van alles thuis doen en niks op school. Want ja, ik weet het, op school heb je vrij weinig zin, maar als je het toch op school doet, doe het dan gewoon allemaal. En hey, dan kan je thuis lekker chillen en zzz. En dat heb ik ook gedaan. Gewoon echt chilling. Dat wel.
Zo, dan hakken we alles door de midden. Zo, En dan wil ik denk het afsluiten voor deze video, jongens en meisjes. Wil je een duim omhoog? Abonneer voor meer video's natuurlijk. En dan zie ik jullie weer... Wow, toolbar. Even eten. Nee. Ik wil het afsluiten, maar... Oh, we hebben geen eten. Kut, sorry, kamer even. Ga ik dood? Dat zie je in de volgende aflevering. Dan zie ik jullie weer ooit.